Met Robert Kovacs. Hey, dag Mark. Ja, nee, natuurlijk, dat begrijp ik. Ja, inderdaad, ik ben op jouw profiel dus terechtgekomen. En ik zag wat jij doet. En dat ziet er allemaal goed uit. En Mark, eigenlijk waarvoor ik je bel, mijn bedrijf Winstgarantie is gespecialiseerd in het werven van nieuwe klanten en het verhogen van verkoopresultaten voor diverse bedrijven en ondernemers op no Q no pay basis. En mijn vraag aan jou is, Mark, als ik jou een manier kan laten zien hoe jij nieuwe klanten aan kunt trekken dankzij referenties van andere ondernemers, zou je daar dan 15 minuten van je tijd voor over hebben om hier serieus naar te kijken? Kijk. Dat is hartstikke goed, want ik zie namelijk heel veel potentie in hetgeen wat je doet. En met name, ja, daar zit heel, zoveel know-how, kennis, ervaring. We zijn ook al een poosje met elkaar geconnect. Dus ja, dan heb je een beetje een band met elkaar, zeg maar, achter de keyboard. Maar Mark, jouw tijd is kostbaar en van mij uiteraard ook. Om te beginnen wil ik eerst een belafspraak met je maken, want ik ga je... Ik ga je achter de schermen laten zien hoe je zoveel mogelijk cliënten, klanten en kopers kunt krijgen als je maar aan kan voor maar 3% van je omzet. En dit is vertrouwelijke informatie en je kunt dit direct toepassen om meer verkoop, omzet en winst te creëren met minder kosten. Ook niet onbelangrijk uiteraard. Kijk, Juist, daar hou ik van. Daar is een hele grote doelgroep voor. En dan kunnen wij samen wellicht, op het moment dat we een match hebben, kunnen we die helpen. Maar mijn volgende vraag, Mark. Wanneer kan ik jouw volledige aandacht krijgen voor ongeveer 15 minuten, dat wij in de materie duiken? Mm-hmm. Ja, natuurlijk. Mm-hmm. Perfect. Dan maak ik daar gelijk een Mark de. Dus dat is donderdag volgende week, 10:00. En ik wil je vragen, maak een notitie bij onze afspraak. Meer verkoop, meer omzet, meer winst, minder kosten. Want dat zal de waarde zijn die ik met jou ga delen. En dan weet je, hey, dat is die Kovacs die mij het een en ander gaat laten zien. En wat ik ga doen, Mark, ik ga je zo dadelijk, geef me een beetje de tijd. Ik zit straks ook nog met wat afspraken links en rechts. Maar ik ga je eens voor 8:00 vanavond een e-mail sturen met aanvullende informatie, een pdfje. Die we volgende week donderdag, alle eigenlijk informatie die je nodig hebt, die we volgende week donderdag samen kunnen doornemen. En vanuit daar gaan we gewoon eens kijken, hey, hebben wij een match, kunnen wij elkaar versterken, kunnen wij markt meer waarde bieden en op die manier extra cashflow genereren, om het zo maar te zeggen. Daar hou ik van, uiteraard. Dus zullen we dat afspreken, Mark? Super, ik wil je bedanken voor je vertrouwen en je tijd. Jij ziet mijn e-mail en wij spreken elkaar volgende week donderdag 10:00. Yo, groetjes. Hoi, hoi, hoi.